geen ding liggen. Het is eigenlijk een soort stoplicht, zou je kunnen zeggen. Als je zo bekijkt, net een stoplicht. Want je hebt hier zeg maar groen. En je hebt rood. Dus alleen oranje of geel mist eigenlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd wat erin zit. Even kijken. Ah, een groene doek. En aan de rode kant, dat zal dan geen verrassing zijn, inderdaad een rode doek. Nou, wat kun je doen? Je kunt bijvoorbeeld die rode doek terug in stoppen aan deze kant. Zo, dopje erop. Groene doek. Doek gaat terug aan de andere kant. Zo. Hopla. Let op, je gelooft het niet. En hier zit nu de rode doek. En daar de groene. Let op. Ze zijn weer terug van plek verwisseld. En hier zit weer de rode doek. En aan de andere kant weer de groene. Dankjewel. Sorry? Ja, toch opvallend, hè? Dacht ik al. Ja. Oké, nou, de groene gaat terug hier. Dopje erop. De rode gaat terug hier. Dopje erop. Zo. Let op, hij gaat even achter mijn rug. Zo. En nu is het gebeurd. Want aan deze kant zit nu de rode doek. En aan de andere kant zit nu de groene doek. Tadaa. Ik ga er terug in. Zo. Let op, hij gaat even achter de rug. En wat gebeurt er is niet te geloven. Komt tevoorschijn. En opnieuw zit hier de groene doek weer. En aan de andere kant de rode doek. Super truc. Oké, dit gaat terug hierin. Zo. En toch mis ik eigenlijk een kleur. Ik mis eigenlijk toch dat geel. Want eigenlijk moet hier toch geel zitten. Maar dan heb ik hier toevallig wel een gele doek. Maar ja, dat zo is ook een beetje raar, zie. Weet je wat ik doe? Ik grijp even hier achter mij. Daar ligt hier toch van alles. Nou, kijk, een heleboel. Pak even dit. Wat is dit? Dit is een zakje. Daar kun je doorheen kijken ook als je wil. Kun je binnenste buiten keren, zo. Nou. Er zit een hele routine bij. Bij de 21st Century Wand. Waarbij het doekje nog niet in zicht is. Daar is het doekje nog verborgen. Je haalt de kin voren. Nadat je dit gedeelte gedaan hebt, wat ik zo net gedaan heb, neem je de zak en je maakt die zak open en zegt: kijk, helemaal leeg, zie, hij is ook helemaal leeg. Zo, en dan zeg je tegen dat kind wat naast je staat, zeg je: kijk even in de zak, wat zie je? En zegt het kind: een gele doek. Jij kijkt erin en zegt: wat nou, gele doek, is helemaal leeg, er zit helemaal niks in. Dat kan helemaal niet dat jij een gele doek ziet. Kijk even, wat zie je? Een gele doek. Wat nou een gele doek? Er zit helemaal geen gele doek in. En dan ga je, dat is dus de andere mensen doen, publiek zeg je, zie jij een gele doek? En de mensen zien ook geen gele doek. Nou, zegt het kind, kijk even in de zak, wat zie je dan? Een gele doek, zegt het kind. Hoezo? Haal, ja, weet je wat? Als er een gele doek in zit, haal hem er even uit. Het kind gaat in de zak en haalt het echte gele doek uit. Oké, dit is helemaal vreemd. Maar weet je wat we doen? Als die gele doek tevoorschijn kan komen, dan kan die waarschijnlijk ook verdwijnen, zie? Oké, doe zo. Waar is de doek? Zegt het kind. In de gele zak. Waar is de gele doek? In de zak. Nou, dan kijk je in de zak. En die zak is weer helemaal leeg. Nou, zet ook een ritje in. Ga ik open. En de doek is helemaal weg. Zie? Nou, dit is allemaal extra. Je kunt het heel kort maken. Maar je kunt er een hele leuke routine mee maken met kinderen. Maar waar is nu mijn gele doek? Want hier zit alleen maar de groene. Hier zit de rode. Maar waar is... Oh, wacht even. Aha, daar is de gele doek. Zie? 21st Century Wand. Je krijgt alles wat je nodig hebt, behalve een changebag. Wat ik hier gebruik is overigens een changebag, oftewel verwisselzak, met rits. Dat wil zeggen dat die open kan. Er zijn namelijk ook versies zonder rits bijvoorbeeld, met een bolletje. Daarom ook met rits. En daarmee kun je voorwerpen laten verwisselen, verdwijnen, verschijnen, noem maar op. Die zit er niet bij, kost los €20 op de site. 21st Century Wand kost €67,50. Compleet met alle doeken, koken en hele routines.